Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. De familie Kik wil graag rijk worden met vloggen. Ze hebben pas 86 volgers, maar de aanhouder wint. Jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik kan nu fulltime gaan vloggen. Je verdient amper iets. Ja, niet nu, nee. Maar straks, als we miljoenen volgers hebben... Hey. Dan krijg ik eindelijk een eigen inloopkast, vooral mijn schoenen. Kikkertjes! Ja. Wij zijn de familie Kik! En vandaag gaan we naar de dierentuin! Ik heb vandaag eigenlijk een biologieproefwerk. Ja, maar als we naar de dierentuin gaan, is dat toch ook een soort biologie? Ja, zo leven vloggers. Ja, ja toch, kikkertjes? Gaan we ook naar de leeuwen? Bijten zo je piemel eraf. Nou, daar zijn we dan in de dierentuin. Oh, ja. Oh kijk eens. Hey, die eerste dieren. Loop het zebrapad. Hier kunnen we oversteken. Hij is echt zo gek als een deur. Weet je wel, van Dikkertje Dap kon het zo helemaal naar beneden glijden. Ken je nog wel, dat liedje van Dikkertje Dap? Nee. Dikkertje Dap stond op de trap. Is het leuk? Doe even leuk mee, is leuk voor de vlog. Doe even. Doe even dan. Dikkertje Dap staat op de trap. S'morgens vroeg om 6:15. Het zijn lama's. Het zijn alpakas, pap. Kijk daar. Ja, maar die kunnen spugen, toch? Hey, Delano, je familie. Wij vinden het heel belangrijk dat jullie van heel veel verschillende dieren van alles te weten komen. Is heel belangrijk voor je algemene ontwikkeling, hè, Dees? Dus we doen het vooral voor jullie, hè? Ja. Algemene ontwikkeling, hoor. Ja, maar het is wel waar. Het is wel waar. Hè, is toch mooi zo? Leuk, met z'n vieren, lekker dagje uit. Lekker zonnetje erbij, hè? Kijk nou, joh. Kijk die grote gorilla. Ja, mooi, hè? Oh, hij ligt lekker te tukken, zie je dat? Ja. Hij ligt gewoon lekker te slapen. Kijk dan. Wat? Sleutels. Delano, ga jij erin, man. Ja, dat mag niet en dat is gevaarlijk. Kom op, dat is leuk voor die vlog, man. Ja, ik ga. Wel zachtjes, hoor. Film jij, hè? Ja, ik ben filmen. Oh, dit is echt lachen, dit, joh. Hé, zachtjes, hè? Wel zachtjes. Pap, je bent echt gek. Heb je dit? Ja, die heb ik. Pap. Mama, dit is echt heel gevaarlijk. Doe iets. Natuurlijk, papa is berensterk. Kom op. Probeer er onderuit te worstelen. Pap, gaat het? Kom op. Laat eens zien. Je hebt toch op judo gezeten? Nou, die gorilla was kennelijk toch wel heel gevaarlijk. Maar Michael heeft dus een beet in zijn arm gehad. Mensen, duimpje omhoog. Rustig. Doei, mam. Wat ga je nu doen? Naar school. Alweer? Ja, dan leren we nog wat nuttigs. Nou, oké, ga maar. Goed, mensen. Als je het een leuke video vond, geef dan even een duimpje omhoog. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei, doei. Abonneer. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Mama, mag ik een broertje bij? Waarom? Nou, dan kan ik die dus zeg maar pranken, zeg maar in de zijk nemen in mijn vlogs, want dan krijg ik superveel likes. Jason, je krijgt geen broertje. Ik vind één zo'n baasje en hij is meer dan genoeg. Oké, je krijgt een broertje. Oké, wanneer ga je hem die kopen? Yo, ik ben het, Jason. Ik ben 2 jaar oud en ik ben de jongste vlogger van heel Nederland. En ik zit in een buggy en ik word geduwd door mijn moeder. Hallo. Nou, ik ga dus nu naar de crash. Ik heb er super veel zin in, want we gaan de crash vandaag crashen. Snap je? Ik ga de crash crashen. Ja, en ik ga straks mijn luier heel vol schijten. Hey, hallo. En daar is Jason. Yes, Kelly is er. Zij is echt super knap. Echt een hottie. Ik ga straks lekker bij haar op schoot zitten. Kijk, ik heb een super vette puzzel gekregen. Kijk, deze. Ja, hij is wel een beetje makkelijk. Maar goed, kijk, hij moet zo. Huh? Waar moet deze nou? Ik snap het niet. Ik mag lekker op schoot, Peter. Jason, doe die telefoon even weg. Kom op. Niet filmen. Maar je hebt mij volgens mij elke dag een filmpje. Mag ik je pillen filmen? Nee. Ik zit in een speelhoek en ik ga lekker schijten. Mijn luier wordt rammetje vol. Wacht, komt-ie. Zo. Jeff! Ik heb poepie gedaan! Ik word nu verschoond door Kelly. Echt super chill. Hey,
Jason, niet filmen tijdens het verschonen. Kappen nou. Ik vind dat niet leuk. Hoezo heb jij de auto? Ik wil hem. Ik heb een auto. Yeah. Ik zat net aan mijn moeder te denken. En dan mis ik haar best erg. En dan moet ik best van huilen. Ik ga gewoon doen alsof ik ziek ben. En dan mag ik eerder naar huis. YOLO. En mijn bananenprakje ga ik doen alsof ik moet overgeven. Kelly, ik voel me niet lekker. Ach, Jason, je hebt gespuugd. Nou, jij bent ziek. Weet je wat? We gaan meteen je moeder bellen. Yes. Bedankt voor het snelle komen, hè? Ja, natuurlijk. Als hij ziek is, dan wil ik hem natuurlijk zo snel mogelijk ophalen. Ja, nou, beterschap. Dag. Sa, ik mag lekker naar huis, lekker op de bank onder het dekentje met paracetamol. En daarna lekker filmpjes kijken. Dikke duim omhoog. Laters. Gamevloggers Ans en Johan vinden dat ze nog een beetje weinig abonnees hebben op hun Memory-kanaal. Als we nou in het Engels zouden vloggen, dan hebben we een veel grotere doelgroep. Nou, ik vind Engels gewoon heel moeilijk, Johan. Ja, dan oefen je dat toch. Kijk hier, Kwebbelkop, die heeft 14 miljoen abonnees, omdat hij Engels praat. Ja, Engels, Engels. Ik weet niet eens hoe je Memory zegt in het Engels. Memory? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, lieve kijkers, hier zijn we weer. Ans en Johan, en het is weer tijd voor Memory tot 12 uur vannacht. Ja, er zijn helaas nog weinig mensen ingelogd. Er is nog niet zoveel animo, maar lieve mensen, wanneer is, dat kan nog komen. Zo is dat. Even polshoogte nemen. Ik heb een triangel en ik heb een doedelzak. Oh, hier, dat is Olga. Dat is onze nieuwe schoonmaakhulp uit Roemenië. Want wij hebben zelf natuurlijk niet zoveel tijd meer om schoon te maken door al dat vloggen natuurlijk. Ik heb haar gevonden met zo'n briefje, zo'n advertentie in de supermarkt. Olga, hey Olga, kom even hallo zeggen. Oh, hallo. Ja. Ja, even kijken hoor. Dan heb ik hier een harp en ik heb een viool. Oh. Olga, doe maar even niet stofzuigen. Olga, no stofzuiging today, turn it off. Hè? Want we are midden in een live vlog, can you see? Ik spreek gewoon Nederlands, hm? Ja, dat weet ik wel, Olga. Oké, okay. Is het dweilen wel oké dan? Ja, Olga, dweilen is altijd goed. Ja. Ik was helemaal vergeten dat zij gewoon Nederlands spreekt natuurlijk. Want zij heeft natuurlijk geen idee wat dat vloggen precies inhoudt. Want dat hebben ze in Roemenië helemaal niet. Nou, daar gaan we weer hoor, lieve kijkers. Ik heb een triangel en ik heb een viool. Zijn jullie aan het vloggen? Van videogamen? Dat klopt inderdaad, Olga. Ja, zeker. Ja. Even kijken hoor. Pardon, mag ik heel even de voetjes omhoog? Ja, dankjewel. Even de voetjes van de vloer, Hans. Lukt het, Olga? Olga, doe maar even wel voorzichtig met die snoer. Ja, doe ik ook voorzichtig. Ja, de computer zit erop aangesteld. Oeh, dat vind ik eng. Die emmer die hier staat, die zet ik toch even ergens anders. Want stel je voor dat ik in mijn enthousiasme die emmer... Oh, Johan! Oh, nou ligt de stroom eraf. Verdorie. Ja, die emmer die viel om. Ach, kijk nou toch uit die hele verlengsnoer, die is kletsnat. Ik ga droge doeken halen. Ja, ga maar droge doeken halen. Ja, dan hebben we kortsluiting. Ja, zet maar uit, Johan. Dit heeft helemaal geen zin zo. Ja, beste kijkers, wij wisten even niet hoe we nou verder moesten spelen. Maar toen kwam Olga met een geweldig idee, namelijk echte Memory met echte kaartjes. Bedankt voor dit goede idee, Olga. Ja, dat is toch veel makkelijker zo. Ja, bedankt, Olga. Nou, Ans, begin maar. Zeker. Ik heb een kikker en een appel. Mooi. Heb ik een spook en de potloden. Heel mooi, Johan. Lieve kijkers, blijven kijken, want wij zijn hier nog tot 12 uur vannacht. Kijken, hoor. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlog zacht.